Natuurlijk. Ja, met Magdalena is hier Arend Langeberg. Oh, Magdalena, your boat looks so beautiful in the zebra clothes. It looks very nice. And you did it very well. Yes! Ik ben een beetje aan te kijken. Zeg ik, nou jongen, praat jij maar gezellig. Arend! Like is helemaal, ja, er is helemaal een liedje over je gemaakt. Over mij? Ja. Ik heb dat gehoord, maar... Pak even de microfoon, ja. Sorry. Zonder microfoon gaat het niet. Ja, ik heb het gehoord dat er een liedje gemaakt is. Een Artists Unite for Arend, zoiets. Het is ongelooflijk. Dat had ik natuurlijk nooit verwacht. En ik vind het een heel compliment voor onze prestaties, laat ik het dan zo zeggen. Ongekend. Heb je er ooit over nagedacht om ooit het nieuws voor te lezen op een soort zebrapad? Want het is toch ook bijzonder. Nou ja, zo kunnen wij samen misschien nog wel eens een keer uit. Ja, hè? Dat zou leuk zijn. Nou, we gaan gelijk even terugkijken hoe dat eruit zag op het ijs. En naar mijn mening, bescheiden mening, gaat het al een stuk beter. En je draait mooi, mooier. En die prachtige blik naar je partner toe op aan. Ja, het is een feest om te kijken. Ja, het blijft schaatsen. Dat is de moeilijkheid namelijk. Ja. Smile. Ik sprak je vanmiddag op het ijs met de repetities. En toen zei ik, wat heb je nou aan je vinger? Ben je gevallen? Maar je bent gebeten door een hond. Ja, door mijn eigen hond. En Wat is dat voor een hond? Het is een Staffordshire Bull Terrier. En ik wilde hem laten springen over een boomstam in het bos. Heel hoog. Maar het was te hoog. En toen greep hij per ongeluk in mijn hand. Een soort trektekel werd dat, Een beetje dom. Ik heb al... Ja. Het maakt ook allemaal niet uit, maar dat geeft helemaal niks. De kuur hebben we van genoten. We gaan dat kan geen handicap zijn geweest voor het schaatsen. Dus, maar een kleine informatie, leuk voor de mensen thuis, toch? Dank je. Ga naar de jury en ik wens jullie enorm veel succes. Magdalena en Arend. Rustig aan. Dag Arend. Goedenavond allemaal. Ging lekker, hè? Laten we het rapport van de jury afwachten en dan kan ik mijn oordeel echt geven. Oké, dan gaan we dat meteen doen. Heel benieuwd. Dan beginnen we bij Mark. Ik hou je vast. Mark. Okay. Jullie ziet er prachtig uit. Ik ben zo blij voor één keer zonder Colbert jou te zien. Een beetje trendy met een leren jas. Dat was prachtig. Dank je. Je doet een achteruit overstap in beide kanten vanavond voor de eerste keer. Ook moeilijk om de tweede kant. Normaal, jouw sterke punt is jouw acting, jouw uitstraling. Ik vond dat vanavond, je was een beetje ingetogen misschien. Een beetje misschien te veel spanning. Ik had wel spanning, dus ik mag daar niet teleurstellen. Dat is het. Misschien is de top van Magda. Nou ja, het is een beetje bloot en ik durfde niet naar te kijken eigenlijk. Is hij afgeleid uit het schaatsen, dat is het. Ja. Dat was het. Dat was het voor Mark. Dan gaan we door naar Wil. Nou, jij durft niet naar beneden te kijken. Maar als ik naar jou kijk, dan zie ik daar toch een aardige jonge Adonis zo'n beetje staan, toch? Oh, okay. Met dat gestreept truitje.
ik vond het een aardige performance. Mark die vertelde al die crossovers naar beide kanten. Ja. Erg mooi. Ik zou alleen aan het eind die pasjes, die skipasjes, een beetje dichter bij elkaar. En aan het begin heb je chassépasjes en die waren ook nog al aan de wijde kant. Okay. Dus rustig oefenen. Ik hoop dat de kans bestaat dat ik nog mag oefenen. Dus, kijk, dat horen we graag. We gaan ons best doen. Maar we gaan nu eerst naar de jurycijfers. En dan beginnen we weer bij Jane met haar eerste punt. 6. Okay. Een 6 van Jane. Peter. Een vrolijke 6. Een vrolijke 6 is weer zo anders dan een 6. Wil. 6. Oh, ze zijn eensgezind aan. Mark. Probeer volgende keer een liefde misschien. Een makkelijke liefde, maar probeer een liefde. Doe geen liefde. Ook 6. Ook 6. Een 6 gemiddeld, Arend. Ik heb gekkere dingen gezien. Nou, 2/10 punt vooruit ten opzichte van afgelopen week. Nou. Zo, en zo moet je het positief bekijken. Dat brengt me wel bij een tussenstandje. Na 2 kuren zien we dat Arend met zijn 6 nu op een 2e plaats staat. En Jasmin nog lekker bovenaan met een 8.3. Maar goed, 2 kuren hebben we gehad. Als u thuis nou zit te kijken en u denkt, nou die Arend die schaatst echt wel als een leuke knul van 16. Gewoon bellen naar 09090312 of sms'en als je zelf ook nog zo lekker jong bent. Arend naar 4600, want hij wil zo graag volgende week weer meedoen. Ja. Ja, precies. En weet u wat? Als u stemt... Maakt u dus ook nog kans op de LG LCD-televisie, de kaarten voor Holiday on Ice of één van die Aprilia-scooters. Er is genoeg redenen om te sms'en, maar zeker vooral eigenlijk gewoon voor Arend. Geef ze nog een daverend applaus. Dank Arend jullie wel. Four Sixers. Ja! Yeah.